Hey mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mount & Blade Bannerlord, waar we gewoon weer rustig verder gaan met het opbouwen van onze kingdom, ons oppermachtig land. We moeten eerst even kijken, oké, we hebben hier minstens voedsel, want de vorige keer zijn we één keer mensen kwijtgeraakt en ik snap nog niet helemaal hoe dat kan. Maar dat zal waarschijnlijk komen omdat we daar geen voedsel in die stad hebben en dat komt waarschijnlijk omdat we onze fish production hebben vernacheld, of tenminste de vijand heeft dat gedaan, wij niet. Ik bedoel, waarom zouden wij dat nou van onszelf verwachten? Of doen, of weet ik veel wat. Maar omdat we dus oorlog hebben met deze lui, moeten we onze stad hier en ons gebied hier maar gewoon volop gaan verdedigen. Trade caravans zullen we ook gaan aanvallen natuurlijk, want ja, dat soort dingen moeten we gewoon doen in een oorlog. Normaal gesproken doen we dat ook gewoon echt liever niet. Tenminste, ik doe dat echt gewoon liever niet, omdat je daardoor, ja, het lijkt mij dat je gewoon, so be it, attack, 50 mensen. Ik weet trouwens niet of hier min invloed van krijgen ofzo. Dat is nog wel even een dingetje. Want als we dat krijgen, dan hebben we hier nog wel even een probleempje mee. Dan kunnen we dit ook straks gewoon niet nog een keer doen. Horse archer! Attack! Cavalry! On my flank! Dit gaat wel echt, wat een lag mensen, wat een lag. Voor waarschijnlijk wel dat we nog even moeten opstarten. Onze leger zou nog even aan warm lopen en zo. Oké, we hebben gewoon echt heel erg veel units. Als je dit bekijkt, hebben we gewoon echt kapot veel paardmensen. En dat is best wel heel cool eigenlijk. Tenminste, ik vind dat best wel cool. Ik mag ook gewoon charge trouwens. Zoveel zin heeft het niet om jullie te laten achterlopen. Dit zijn echt wel echt vette legers hoor. Ik vind het echt zo vet army wat we nu hebben eigenlijk. Die horsehartjes zijn super sterk. Die andere lui zijn ook super sterk. En dan komt het bij elkaar en dan laat je echt gewoon zien van fuck you bitch, you cannot beat me. Attack! Oh, jullie moeten wel eventjes in een warmer shield wall. As you need to go on watch and. Wat verdorie zeg, zijn we in één keer weer de helft van onze baby's kwijt. De heavy horse archer is gewond geraakt. Oké, okay, dat is niet heel erg goed. Maar ja, dat soort dingen gebeuren gewoon in een oorlog. Als ze dan maar gewond raken en niet doodgaan, dat zou heel erg vervelend zijn. Bedoel, als ze doodgaan, dan wordt het in één keer heel gauw vervelend. Nu laten we eerst even zien hoe we elkaar wel niet van deze lui gaan winnen. Ik denk dat we ook nog wel even, maar nee, we hadden hem wel nog vermoord. En nu gaan we gewoon rustig verder, weet je. Ik bedoel, we gaan eerst eventjes nog een paar van deze lui aanvallen, want ze gaan dan toch allemaal nog even dood voordat wij ze laten ontsnappen. Ik denk trouwens ook wel dat we gewoon op deze manier wat verder moet gaan. Ik weet niet, als we hier min influence krijgen, dan kan dat natuurlijk niet. Dan snijden we onszelf echt in de vingers. Maar wat echt super belangrijk is, is dat we onze steden wat meer gaan verdedigen. Want we hebben nu maar 2 steden. En die moeten we gewoon ook echt gaan verdedigen. Want als we die niet verdedigen, dan krijgen we straks gewoon een fucking groot probleem. Oké, iedereen is al dood. Nou, influence. Oh, we krijgen hier wel plus influence van deze battle. Maar dat komt ook omdat we natuurlijk oorlog met dit land hebben. Hè? Dat zorgt er ook gewoon voor dat we daardoor waarschijnlijk pluspunten krijgen ofzo. Ik weet niet precies hoe dat nou werkt, maar dat lijkt me van wel. En we krijgen hier ook nog best wel veel horses van. En oké, we krijgen er niet min influence van. Dat is belangrijk, was belangrijk om voornamelijk te weten. Wat verdorie, wat loopt die lui ook snel. Of wij lopen gewoon fucking langzaam. Oh, nou dan geven ze meteen al. Bitches. Ik wil er ook knokken, ik bedoel, ik heb XP nodig voor mijn units, want mijn units moeten gewoon echt super sterk zijn. Dat is trouwens wel echt een heel groot voordeel voor ons, zodat we hier deze stad hebben overgenomen. En dat we daardoor ook gewoon onze shit vet makkelijk kunnen verdedigen. En hier komen ook nog best wel wat trade mensen langs. Dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg gemakkelijk voor ons. Eigenlijk hoort die vent toch ook gewoon op een paard lopen. Ik bedoel, dat slaat echt werkelijk wel helemaal nergens op dat die kerel geen paard heeft. Byproducts, ja. Laten we hier dan maar even wat vis kopen, want dat kan wel heel erg makkelijk zijn. We hebben toch genoeg geld, weet je. We hebben echt meer dan genoeg geld. Alleen moeten we wel eventjes blijven. Actions, Frisia, yes. En nu komen er weer mensen en die komen gewoon weer voedsel brengen. Dat is heel erg belangrijk. Tenminste, ik hoop dat die lui voedsel komen brengen. Deze lui die brengen sowieso voedsel. Cheese, grain en hardwood. Kijk, en omdat we hier nu min 2 voedsel hebben, dat is wel even een dingetje, maar als ik nou hier naar trade ga, ik weet niet of dit gaat werken. En we kijken hier bij de food.
De Misk, ja. En ik verkoop hier... Oh, deze hebben ook kapot veel vis trouwens. Dan hoef ik hier niet mijn vis te gaan verkopen, want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Zet hij dan ook vis plus 8? Oh, we hebben al meer dan genoeg vis, joh. Nou, dat is een goede zaak, zeg. En hoe goed kunnen we hier nou troepen recruteren? Ik denk dat we hier wel aardig wat units kunnen pakken, in principe. Als we ooit archers gaan recruteren, dan worden dat wel Imperial archers, want die lui zien er op zich best wel heel cool uit. Maar ja, we hebben eerst even nog lang geen archers nodig natuurlijk. Ik bedoel, we hebben wel belangrijke dingen te doen. Maximaal. Kan je nou ook gewoon nog een keer? 20, oké. Okay. Weet je wat, we gaan hier ook gewoon de Granny bijvoorbeeld echt nodig hebben. Dan krijgen we foodstocks erbij. Het is echt zo super irritant dat we dat nu op dit moment nog niet hebben. Maar het zal vanzelf wel een keertje komen. Het enige grote, echte groot nadeel is dus dat we nu op dit moment gewoon vet lastig kunnen gaan rondlopen. Ik ga trouwens nog wel even in onze garrison, hè, want we hebben een go to the keep, open the manage garrison inderdaad. Onze scolder units zo, die mogen hier voor mij er wel in. Want ik vind dat dat niet heel veel zin heeft om die hier allemaal uit te halen. Die Flandian sharpshooters, dat is wel even echt een minpunt dat we die op dit moment eventjes niet meer hebben. Maar ja, dat hoort er dan maar bij. Ik weet niet hoe we dat anders moeten gaan oplossen. Ik zou het echt niet weten. Daily gold change is nu in één keer wel heel erg weinig geworden trouwens. Dat is wel even een soort van dingetje. Dus dat is under siege. Oh, de hun. Dat is ook fucked up trouwens voor ons. Oh nee man, die mensen worden ook veel te groot eigenlijk. Ik denk dat hun en die andere lui, die worden ook kapot groot. Dat gaat echt nog wel even een probleem zijn. Maar ja. Wat ook echt een probleem is, is hoe gaan wij nou straks deze lui verslaan. Want aan de ene kant denk ik dat dat niet zo heel erg moeilijk hoeft te zijn. Hè? Maar aan de andere kant... Ons kasteel hier staat echt op een hele ongelukkige plek. Dus ik zit er eigenlijk soort van over na te denken om mijn spullen wat te pakken. Want dit kasteel kan ik echt nooit gaan verdedigen hier. Oh. En hier gewoon wat shit over te nemen. Ik bedoel, kijk, als je hier wat meer shit hebt. Dit eilandje bijvoorbeeld. Kijk, dat ga ik doen. Ik ga gewoon proberen hier kasteel over te nemen naar shit. Want dat moet gewoon lukken. We need to be able to do that shit. Vind ik zelf. Of tenminste... soort van zelf. Het is niet dat we echt heel denderend veel... En dat is wel even een nadeel natuurlijk. Want hoe gaan wij nou ooit straks hier ervoor zorgen dat we van deze twee lui winnen? Kunnen we trouwens propose peace doen met hem? Nee, hè? Dat is ook wel even een probleem. We hebben al wel een paar keer ons gereed trouwens, hè? Deze lui. Struja. Successful raids. Oh, niet eens. Dat is nog niet eens gelukt ook nog. Wat een losers. Ja, maar dat is dus het nadeel als wij hier nu weglopen. Nu gaan ze ons waarschijnlijk aanvallen. Ik denk trouwens dat we dat... Het is echt even een dingetje, want... Stel, wij gaan nu zeggen, oké, okay, we gaan hier weg en we gaan proberen een kasteel over te nemen. Gaan we wel kapot veel casualties weer krijgen. Kunnen we dat op dit moment hebben? Dat is even echt... een groot probleem natuurlijk. Daar moeten we eentje van bij. Die moeten we upgraden. Die recruits moeten we ook even upgraden natuurlijk. Want ja, we gaan meer recruits nodig hebben. Of minder recruits, maar wel meer units. Oorzaartjes kunnen ook mooi weer upgraden. Don en upgraden. Oké. Okay. Want we moeten ook gewoon meer steden, weet je. We moeten gewoon een kingdom bouwen. En een kingdom bouwen, dat doe je door... af en toe eens wat aan te vallen en af en toe eens wat te verdedigen. Op deze manier gaat dat heel erg slecht. Ja, deze kill gaan we aanvallen. Dit pik ik niet. Ik bedoel, we kunnen nu eventjes wat Swadian mensen bevriend maken. Dat moeten we daar ook gewoon eventjes... Of een Swadian... Hoe noemen we die guy? De Flandian? Ik denk de hele tijd aan Swadians, maar dat zijn het natuurlijk helemaal niet. Mountain Archer, kill them all! If
infantry! After me! En... Make a shield wall! Dit is wel echt veel te druk eigenlijk hoor. Forward! Cavalry! Follow me! Oké, jongens, dit gaat echt wel heel bruut worden. Waar lopen ze al weg? Maar loopt er al een vet groot gedeelte weg? Daar lijkt het wel wat op. Give him hell! Oké, nu gaan er ook mensen van ons dood. Dat is niet de bedoeling. Het is vooral de bedoeling dat we dit winnen. Infantry! Je moet ook gaan charge, want anders dan zitten al die lui met boogschutters zo op de knallen. Zeg, wat is dit waardeloos? Je bent echt een van de meest slechte Benelux mensen ooit in dit spel. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, ik heb wel hartstikke veel plezier. Dat is ook super belangrijk dat ik deze super veel plezier heb. Het enige wat echt gewoon een heel groot nadeel is, dat is... We moeten op een of andere manier straks ervoor zorgen dat we ook nog het land van die mensen over weten te nemen. Dat is echt nog wel lastig. Want hoe ga je nou land overnemen van iemand? Terwijl je... nog vet bezig bent met troepen recruteren en al het andere gehouden. En wat het ook heel erg lastig maakt, dat is... Oké, wacht even. Hé jongen, maar jij hoort bij Struja. En als je bij Struja hoort, dan heb je gewoon een probleem bij mij. Is dit winnen? Benieuwd of ze dit kunnen winnen, dit kasteel overnemen. Het was wel heel snel hierop kunnen drukken. Of... Gaan we tegen die 240 man vechten of niet? Kunnen we daarvan winnen? Ik moet even kijken wat voor troepen ze hebben. 70 recruits. Oké, dat durf ik wel. Dit is wel echt nog even een dingetje trouwens, want als we dit verliezen... My friend, my heart is glad to see you. I don't expect you to surrender, but I give you the chance to do so. We'll fight to our last drop of blood, motherfucker. So we fight then. Yes, we will fight and I will win this battle because I'm the boss of Frisia. And Frisia is one of the most important kingdoms in this land because we only have one city. Does not Mount mean that we after me! Are fucking Omen! Weak. Cavalry, follow me! Infantry, move! Make a shield wall! Oké, nu moeten we wel echt super snel chargen ook. Want als we nu niet chargen... Cavalry! Charge! Dit gaan we echt gewoon doen, jongens. Dit moeten we ook gewoon winnen. Haha, oké, dit gaat op zich nog best wel goed. Dit is wel een goed begin lijkt me, want we hebben een van die lords gekillt. Een van die lords is natuurlijk gewoon... Archers! Attack! Oké, nu gaan we ze gewoon echt kaart verzwakken. Dit moeten we eigenlijk gewoon ook wel een beetje van onze mensen hebben die op de paarden rijden. Oké, dat is niet zo heel handig, maar ik ga tegen de richting in. Ik ga even tegen de richting in. Ik weet niet of dat nou echt heel erg gewaardeerd wordt, maar goed. Ah jongens, je moet echt... Dat vergeet ik elke keer, maar ik moet gewoon echt een veel sneller paard zien te fixen, want dit is echt zo irritant. Het schiet ook gewoon echt niet op. Cavalry! Follow me! Wel een dingetje, want al onze scouts gaan dood. Ik moet echt andere horsemen uitkiezen, want dit is waardeloos. Deze units... Ze zijn super cool, ik vind ze er echt vet uitzien, maar ze zijn zo slap, het is echt triest eigenlijk. Move! Die zijn echt heel slecht. Oké, we hebben nu al wel aardig wat units van ze gekillt, hè. We zijn nu, zijn wij het grote leger nog niet eens. We zijn bijna het grote leger. Schiet er wel redelijk op.
Maar ze hebben echt zoveel troepen, dus het is echt wel sociaal. Het enige wat we straks moeten geluk hebben is dat we gewoon... hebben dat soms. Oké, we hebben wel 8 mensen al verloren, dat is wel veel, maar zij hebben niet zo heel veel meer troepen meer als ons straks. En ik denk dat als we nu ook nog... Nu kunnen we ons gewoon ook wel goed gaan chargen, want het heeft niet zo heel veel zin meer. Hier op te gaan wachten. Jongens, jullie hebben wel flink de meerderheid, hè? Dat is wel echt een probleem voor ons natuurlijk. Maar ja. Oké, en op zich zijn we nog wel echt van elkaar gaan winnen, want wij hebben nu gewoon meer toepassers. Nu mogen de infantry ook gewoon gaan chargen, want anders dan blijven die lui gewoon wat dom rondlopen en zo. Dat heeft ook zo heel weinig zin. En ik denk dat als wij nu de charge uit gaan voeren, dat we ook gewoon daardoor de vette units gaan killen in één keer. Dat ze die shit gewoon niet verwachten. Oké, dit is wel niet zo goed te doen. Maar doordat we met de shield wall attacken, rennen de eerste lui ook al weg. Dat is ook al wel een heel groot voordeel voor ons. Voornamelijk voor ons. Ik bedoel, ja, wij moeten gewoon graag winnen. We willen ook gewoon graag winnen, want als we nu winnen... Ik denk dat we nu al wel redelijk gewonnen hebben. Nog maar 37 man hebben ze over. Dat is op zich al best wel een hele goede zaak. En 20 influencers bij, dat is ook een heel belangrijk voor Renown. En moraal, want we krijgen ook gewoon moraal hiervan. Maar ik wil eigenlijk wel proberen die laatste 27 lui ook nog te killen, want het zijn wel klootzakken. En hoe meer lui we killen natuurlijk, hoe beter het voor ons is. Dat is gewoon eigenlijk een feit. Echt zorgen dat we gewoon een goed leger krijgen. Dus. Gaan er nu ook nog gewoon mensen dood? Wat is dan weer voor raar iets dan? Nu zijn er nog maar 6 over. 6 over, nou daar wil ik wel op donderdrukken, want dan zijn we inderdaad wel redelijk klaar. Jezus zeg. We are at your mercy. You are free to go. Nou, mooi. The forest people. Ah ja jongens, jullie mogen allemaal van mij wel op, sokkerbol eigenlijk. So you're free to go. Nou kijk, dat is ook een goede zaak, hè? 25. Dat betekent trouwens dat die mensen ons al best wel echt aanzien als een hele belangrijke persoon. 22. Of tenminste, als een goede vriend. En dat hoort natuurlijk ook een beetje bij onze cultuur, hè? Als Noorderlingen. Gewoon een beetje knokken en daarna zien we wel verder. Dan hebben we daar nog gewoon zoiets van... Oké, nou ja, die vent is niet eens zo heel rijk, hoor. Dat is wel een aardige vent. Ja, nou ja, nou kunnen we hem ook nog wel bevriend houden, dus. Hier moeten we ook nog even kijken, trouwens. Want we kunnen nog heel wat... units hiervan weer terugvinden. Britannian Wildling. Die zijn ook vet hoor. Die vind ik ook nog wel cool. Nou, dan kunnen we die ook nog eventueel wel recruteren indien nodig. Of deze, die zijn ook fucking vet. Misschien dat ik die wel wat meer ga recruteren. Dat zijn dit mijn... Motverdorie, die zijn ook wel cool. Ik vind die ook wel heel erg vet eigenlijk. Ik vind echt kapot veel units vet. Die luiden boeit me niet zo heel veel. Wat me nu vooral boeit is dat we daar meer van moeten krijgen. Flandrian Crossbowmen hebben we weer eentje van. De Sturgeon Warrior krijgen we erbij. 2 Spearmen. 1 daarvan en 1 daarvan. Nou eens even nadenken. Gaan we dit kasteel overnemen of hebben we zoiets van we laten het zoals het is? Want... Het is wel echt heel ver weg van ons land, weet je. Dat is wel heel erg lastig om dan te zeggen, oké, weet je wat. We lopen van hier eventjes snel daarheen en vice versa. Aan de andere kant, ja, we kunnen wel een kasteel gebruiken. Kijk, alleen die kerel mag ons nu niet meer omdat we zijn... kasteel hier proberen over te nemen die net gekregen heeft. Maar ja, dat is dan weer niet mijn probleem. Nee, dat is gewoon echt waar niet mijn probleem. Ik bedoel, die kerel die had die gewoon... Het is eigenlijk gewoon alleen building the siege camp. En dat is wat we gedaan hebben.
Dan kunnen we zeggen, hey bitch, kom maar op. Ha, ik vind dit op zich ook nog wel geinig. Daar lopen. Oh, kijk, nu hebben ze dus 6 mensen. 6 mensen, lead assault. Charge jongens, we gaan gewoon dom chargen nu. Dit stelt er ook helemaal geen reet voor. We moeten tegen 6 mensen knokken die verdedigen een kasteel. Dat is een beetje hetzelfde als wij eigenlijk hebben. Ha, dat is wel geinig. Ik vind dat wel geinig eigenlijk. We hebben gewoon een fucking kasteel. We hebben een kasteel. Even 6 mensen. Wauw, wat veel. Waardeloos eigenlijk. Ach, weet je, je kan ook niet elke keer alles hebben en zo. Maar het gaat er nu voornamelijk om dat we gewoon onze kingdom opbouwen hier. Oh, en zorgen dat we gewoon nog wel een redelijk aanzienlijk shit hebben, weet je. En ik denk dat dit kasteel makkelijker te verdedigen is waarschijnlijk als... Oké, dit is ook nog wel een vet kasteel hoor. Ik vind het ook nog wel een heel mooi kasteel, dus... We can assault. En dan lopen we gewoon naar die fucking ladders toe, want die ladders moeten we zien te fixen. Mountain Archer! Mountain Archer! Horse Archer! Cavalry! Arrows! Footmen! Waar zijn die ladders aan? Oh daar, ergens moet de ladder zijn dus. Toch wel, dat heb ik zo even over het hoofd gezien. Ja, er zitten maar 6 mensen in, dus dat is echt 120 tegen 6. Wat oneerlijk eigenlijk. Dan ben je eigenlijk wel gewoon fucked hoor. Mount, dismount. Nu durf ik zelf naar binnen te lopen. Niet waarom ik nou weer als eerste ga, dat is dan weer niet zo heel erg handig. Nou, gelukkig is er maar, staat er hier maar 1 iemand. Nou, die 1 is dood. Daar staan er 2. Dat is niet zo heel erg leuk voor mij natuurlijk. Ik bedoel dat er 2 daar staan. Recruitje, recruit jongens. Jij hoort er niet voorop te lopen. Waarom loopt de recruit voorop jongens? Dat is niet slim van jullie. Die man heeft helemaal geen schild. Die heeft helemaal niks. En dan moeten we hem, Hero, laten vechten. Waardeloos jongens. Er is nog maar 1 iemand over. Ha! We did it! Boom! Dit vind ik echt een vet ding ook hoor. Dit is echt super vet. Dus. Oh my gosh. We did it. We have conquered this castle. En we krijgen er ook nog XP voor. En die kunnen we elke keer ook niet upgraden. Dat is ook irritant. Die moeten we maar gewoon meenemen natuurlijk. Hè. Dan gaan we op Dawn. Doe min 1. Hurdy to defend it. Ja, tuurlijk doen we dat. We gaan dit sowieso verdedigen, want we moeten ook wel. We hebben echt werkelijk weer helemaal geen keuze erin. Who are you? I'm of the Wolfskins. Maar je hoort toch bij de Sturgeon? You know we are at war, I don't care, bla bla bla. Dat is trouwens wel echt, als je iemands kasteel overneemt, krijg je echt zo'n major minpunten. Gewoon echt superveel. Dat is echt wel een groot nadeel eigenlijk voor ons. Omdat we natuurlijk wel elke keer mensen bevriend willen behouden. Maar als ze dan fucking boos worden omdat we hun kasteel overnemen, ja, dan heeft dat heel weinig zin. Mountain Charge! Hier hebben we eigenlijk alleen maar onze archers voor nodig. En jullie zijn echt eigenlijk wel heel erg slecht. Dus misschien dat we daar wel eventjes iets op moeten fixen. Maar dat zijn voor die dingen, daar moeten we nog een keer op terugkomen. En ik bedoel, ja... We gaan nu toch eerst even deze battle moeten doen en we moeten eerst toch even zorgen dat we... Infect, give him hell! Shields up! Shields up guys, we need to have our shields up, bitch! Dat is wel heel erg belangrijk. Jezus, dat is ook wel heel erg goed. Ik vind die luisteren wel heel goed van die minor factions.
enige nadeel is dat wij ze niet hebben. En dat is dan wel een beetje kloten. Maar dit is gewoon echt geniaal. Ik vind het echt elke keer weer zo leuk. Dan denk ik weer, let's go, motherfuckers. Sorry, oké, kater op je kop. Dat is echt grappig. Oh. Dat doet ook niet, hè? Chosen Wolf. Oké, nou hebben we gewonnen. Niemand dood, twee mensen gewond. Oké, dat gebeurt af en toe, hè? Eigenlijk gebeurt dat best vaak. Maar dat maakt niet zoveel uit. Je opvalt wel, you're free to go. Zo de mythe maar op, inderdaad. Die zijn wel heel erg vet, eigenlijk, hoor, die Chosen Wolf. Young Wolf, Seasoned Wolf en Chosen Wolf. Die zijn echt wel heel vet. En ze hebben een schild en ze hebben een zwaard. En ze hebben ook nog ondertussen... Oh, ze zijn nog best goedkoop. Die wil ik hebben dan. Die wil ik ook wel hebben. Ja, dat zijn van die dingen, dat zijn ook wel leuk om te fixen. Maar ja, we moeten eerst nog maar eens eventjes hier wat meer zien te doen. Nou, dan moet je ook op sodomieten, joh, lul. Ik zit hier een beetje stoer te doen tegen mijn kasteel, maar zo werkt het natuurlijk niet. Oké, die kill zit dus gevangen bij ons. Occasion dungeon, go to dungeon, enter the dungeon. Want ja, er zit maar één prisoner in en ik wou eigenlijk met die kill praten, maar ja, dan moeten we dat... Good day to you. Oké, nou, we mogen er wel naar binnen toe dus. Zit hier onze gevangene. Ik weet niet waar mijn gevangene zit, maar ik wil even met hem praten. Dat hij maar even weet wie de baas is. Waar zit onze gevangene nou dan? Waar is onze captain of the guard? Dit kan natuurlijk niet. Dat er hier niemand in de gevangenis zit, terwijl... Er staat dat er iemand hier in de gevangenis zit. Dat kan toch niet? Dat is weer voor raar iets. En ik kan de weg ook eruit niet meer vinden. Ah, hier is de weg eruit. Oké, nou dan moeten we weer naar boven toe. Want ik ben natuurlijk wel benieuwd waar onze gevangene zit. Ik had eigenlijk gedacht dat we die wel tegen konden komen, maar niet dus. We kunnen hem niet even martelen, zo te horen of zo te zien. Zit hij hier? Zit de uitgang? Nou, dan moeten we even op leaving drukken, want... Eigenlijk moeten we dan op manage prisoners. Misschien kan dat wel. Ja, nou ja, het is niet anders. Ik kan hem er ook niet uitlaten, dus. Ik bedoel, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen hem. Dus dan heb ik eigenlijk ook gewoon zoiets van, nou ja, laat maar gaan. Maar dat kan dus niet. Nou ja, dan houdt het op. Min loyalty. Ja, dat komt straks natuurlijk wel weer, want... Zijn die nog wel bezig met ons wat meer te leren kennen? Hè? Dat neem ik aan van wel. Ik heb een... Oh, wacht, die heb ik eigenlijk niet echt nodig nu op dit moment. Ik denk dat we eerst zoiets nodig gaan hebben. De workshop. Misschien een garden. En dan moeten we hier wat rond gaan lopen, want we moeten dit kasteel natuurlijk nu verdedigen. En we moeten daar shit verdedigen. En dat is dus wel even een dingetje, want dat gaat wel heel erg lastig worden, lijkt me. Dan weet ik eigenlijk bijna wel zeker dat dat fucking lastig gaat worden, want hoe kan ik nou hier en daar tegelijk zijn? Dat werkt niet. Dat gaat ook gewoon echt nooit werken. Maar dit kasteel is wel gewoon dichter bij de shit die we nodig hebben. Dus ik denk dat we dit vooral moeten gaan aanhouden, dit mooie lijntje. En ondertussen kunnen we altijd een beetje... Ja, hoe noem je dat? Gewoon heel erg langzaam gaan zorgen voor betere andere units. En zorgen dat we gewoon ook beter worden. Ja, we moeten gewoon beter worden. Dat is gewoon de clue van het verhaal, lijkt me. En dit is wel veel makkelijker te verdedigen. Want je hebt, hier hebben we nu één kasteeltje.
Nou, dan kunnen we straks bijvoorbeeld hier wel heen gaan om deze stad over te nemen van die Piposie. Holy fuck, 400 lui. Waar gaan die 400 lui heen dan? Die gaan natuurlijk deze stad natuurlijk weer aanvallen. Of ze vallen mijn andere stad aan, dat kan ook. Als ze dat maar niet doen, want dan wennen we natuurlijk echt de lul. It's been a while, yo man. Hoe is het dan met jou? Plus 5. You know we are at war. Ja, tuurlijk weet hij dat. Want so we fight them, bitch. Oké, kom maar op, motherfucker. I will show you that you cannot beat me, motherfucker. Horse archers! Follow me! Follow me, guys. You guys need to follow me. And very fast. Want ja, dit is waardeloos. Dit schiet natuurlijk niet op. Ik wil dat jullie allemaal meekomen. Die lui hebben het trouwens allemaal niet. 37, maar wat weinig. We zijn er ook wel aardig wat dood gegaan dus. Ik dacht dat we er wel zeker wel 50 hadden, maar niet dus. Give them hell, guys. You guys should kill them all. Dan ga ik weer heel gauw die kant op. Daar moet ik natuurlijk ook de shit verdelen. Oh, daar loopt alweer een vijand. Ik heb een totaal verkeerde plek voor hem. Dit is natuurlijk wel geniaal. Zo, lui aanvallen. Dat is minder handig. Maar ja, dat gebeurt, weet je. Dat gebeurt gewoon in battles. Oh shit, ik loop tegen de boom aan. Dat is niet zo heel erg slim eigenlijk. Dan krijg je als je achterom zit te kijken, hè. Dat moet je niet doen. Dan ben je gewoon een dombo. Oké, er zijn nog maar 42 lui over. Woodman, former shield wall! Ga eens even kijken wat voor andere formatie kunnen we hebben. Ik wil eigenlijk een keer een... Skate formation! Doe die maar, dat lijkt me wel cool. De meeste van die lui rennen toch al weg. Wauw, oké, dan hadden we wel gewoon een beetje pech. Maar die kill gaat ook aan. Ik denk dat hij het gedaan heeft, dat weet ik niet zeker, maar dat lijkt me gewoon. Lijkt me typisch dat jij dat gewoon gedaan hebt, maar dat lijkt me gewoon, dat vind ik wel. Ik moet zeggen, nu pak ik me. Of hij kan het ook gedaan hebben, maar hij ziet ook uit als zo iemand die dat doet. Ja jongen, dan kun je wel raken, hè? Dan pas kunnen wij raken, je nagen, hoe trieste units eigenlijk wel niet zijn. Jongen. En zo net tijdens die shield konden we die javelin helemaal niet raken. Dat is wel echt waardeloos slecht. Ach ja, we hebben gewonnen. En we kunnen weer één iemand upgraden. En we hebben ook iemand verloren. Dat is dan een beetje heel erg slecht. En dan heeft dat eigenlijk helemaal geen zin. Nee, dan heeft dat eigenlijk bijna helemaal geen zin. Maar we kunnen weer twee units upgraden. Dat is wel echt goed nieuws. We hebben echt nog maar 38 van die troepen. Ik dacht dat we er al lang 50 hadden. Maar niet dus. Dat is wel jammer op zich. Maar aan de andere kant... Het is niet anders. Oh ja, wacht. Ik moet daarheen. Ik moet natuurlijk kijken naar mijn... Hello, after what I'm afraid I have to consider you my enemy. Oké, dit gaat nog wel even een dingetje worden natuurlijk. Ik bedoel, wij hebben hier... niet zo heel veel moeite mee. Maar ik denk dat straks die 400 lui die naar mijn... Mountain, follow me! Die naar mijn landje toe lopen, dat we daar wel een probleem mee gaan krijgen. Dat weet ik eigenlijk bijna wel helemaal zeker. Dit zijn van die battles, eigenlijk stelt geen kut voor, want het is gewoon al, eigenlijk is dit gewoon al gewonnen door ons. Maar, ja, we zullen toch wat moeten doen. Oké, die lui lopen daarheen. Dus ik denk dat ze niet zo heel veel gaan doen. Ik weet het niet zeker natuurlijk. Of de Wolves kunt Season, Wolves, Sturgeon, Recruits 25. Maar dan stelt dit ook hier eigenlijk wel helemaal geen ene reet voor. Oké, dan gaan de eerste pijlen al. Nu gaan ze ook nog op het kluitje staan, daar wordt het alleen nog maar makkelijker voor. Dus hier dan laten followen. Dit vind ik dus echt geniaal, we kunnen ze ook gewoon zelf laten followen. Dan gebeurt er dit dus. Ik denk dat hij die hartje daar op de muur gaat zetten. Of ze laat ze allemaal wegrennen. Of... Nee, hij gaat, ze gaan allemaal wegrennen, denk ik. Want voor mij is hij nog niet dood. Nee, die is nog niet dood, trouwens.
Maar deze lui die rennen allemaal weg. Ik moet even met mijn grote axe komen. The enemies are all fleeing. Net niet. Nou, daar hebben we wel weer geluk mee, maar we hebben weer gewonnen. En dat is wel heel erg belangrijk natuurlijk. Your fort, well, you're free to go. I'm so grateful for you, motherfucker. Seasoned Wolf, oké. En die kunnen we ook wel even bijfixen. Dan moeten we nu dus eigenlijk gewoon zo snel mogelijk richting huis. Want we moeten... kijken welk kasteel van ons straks aangevallen gaat worden. Want ik verwacht dat ze ons gaan aanvallen. Want wij zijn natuurlijk gewoon het makkelijkste slachtoffer. The Force People. Oké. Al die lui, jongen. Dat is echt heel erg irritant aan het worden. Maar iedereen hoort ook gewoon bij in één keer bij Struja. You know we are at war. Bla bla bla. Nou, dan krijgen we weer het standaard riedeltje. Dan drukken we weer op attack. Want dat zal ook wel moeten. We moeten natuurlijk wel even winnen van iedereen hierom. Dat is op zich nog wel logisch. Mountain charge! Cavalry, after me! Wat voor lui hebben we trouwens? Zij hebben voornamelijk van alles en nog wat hebben ze. Van alles en nog wat hebben ze een heel klein beetje. Maar vooral Strugium Berserkers hebben ze een paar voor. Niet zo heel veel recruits trouwens, hè? Dat valt me nog wel tegen. Infantry! Forward! Dan loop ook maar even voorwaarts dan. We gaan wel zorgen dat wij niet zo heel veel in het water lopen, want dit gaat wel heel erg langzaam. Beetje heel erg slecht vind ik dit van mezelf, maar ja, wat heb je eraan? Helemaal niet zo heel veel. Nou ja. Kill them all! Troops! Give them hell! Iedereen charge. Dit hebben we toch wel gewonnen, denk ik. Lijkt me in ieder geval dat we dit wel winnen. En als ik dit zo zie, dan zijn de meeste jongens ook gewoon al keihard aan het... wegrennen. Dat is ook logisch, hè? Ook gewoon, ik vind het ook echt helemaal logisch dat die lui wegrennen. Want ik zou denk ik hetzelfde doen als ik in hun situatie zou zitten. En nou ook alweer gewonnen. Oh, hebben we nu gewoon alweer gewoon een kwart van de lui. Gekild hier. Nou, dat hebben we sowieso wel. Daar is het aan. Maar daar loopt er nog eentje. Nou, als dat de laatste is. Kunnen we die ook nog wel aanmaken? Op jongens, maak hem dan ook af. Wat moet ik dat nou weer gaan doen? Wat is dit nou weer voor raars? Ik heb er niet één iemand hier laten ontsnappen, of wel? Wat is dat nou weer voor flauwekul? Best. Oh, hij is toch nou net dood gegaan. Oh, giant, so much. We are at your mercy. Nou, prima. Ja, tuurlijk jongen, maar we kennen jullie allemaal niet gevangen houden, want dan word ik toch hartstikke... krijgen we dan toch veel te druk. Oké, dat is wel ziek trouwens, zo'n zwaard. Nou, dat is een goede zaak. Krijgen we ook nog weer allemaal dure spullen erbij. Kunnen we op zich ook nog wel gebruiken. Ik denk dat we ook wel via die kant naar ons nieuwe of ons oude landje kunnen gaan. Want dat vind ik wel een van de belangrijkste punten eigenlijk. Die wil ik het liefst denk ik gewoon wel blijven verdedigen. Want het is gewoon wel heel vet om die te houden. Send troops, oké. Doen we dat. En ik denk dat als je één stadje niet eens kan verdedigen, dan houdt het ook gewoon heel gauw op. En het is zo mooi centraal. We kunnen overal kunnen we heen vliegen als het moet. En dat is toch wel belangrijker. En ik denk dat het dan gewoon langzaam weer tijd wordt om te zeggen, oké, weet je wat? We zijn wel in oorlog met jullie geweest, met Struja. Maar het wordt gewoon weer tijd voor wat vrede of zo, denk ik. Want anders dan komt het niet goed. Ik bedoel, we moeten ook gewoon straks de Batanians een keertje aanvallen. We moeten onze Califeria weer even wat opbouwen. Want onze Horse Archers... Oké, we hebben best wel veel Horse Archers trouwens. Dat is niet echt een groot probleem, lijkt me. Maar, wat wel echt een probleem gaat worden, dat is dit leger. Oké, nu gaan ze ons chargen. Dus als we geen vrede weten te fixen... Hurt you took Malaf Castle. You leech have an
is not worth your loyalty. $26,000? Ah jongen, dat doen we. $26,000, dat stelt ook geen reet voor wat we met jullie verdiend hebben. Ah, samen zeg. Nou, dan hebben we heel wat van jullie gewonnen. Ik wist wel dat jullie geen moeilijke mensen waren. Wist het. Nou, dit is gewoon een vet makkelijk kasteel om te hebben, weet je. Want, of tenminste een stad om te hebben. Want, wat gaat er nu straks gebeuren? We gaan straks deze overnemen misschien wel. Misschien gaan we die daar wel overnemen. Misschien, you never know natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat is logisch dat we dat niet weten, maar... Lijkt me in ieder geval wel een heel logische verklaring dat we wat steden overnemen in dit gebied. Maar ja, dat moeten we ook eerst maar zien dan geloven. We moeten eerst natuurlijk gewoon ons leger weer gaan opbouwen, want we hebben al gewoon wel heel veel troepen verloren. En dat klinkt misschien raar, maar we hebben gewoon echt veel troepen verloren. Dat is waardeloos. En ook op mysterieuze manier. Of op een mysterieuze manier. Scrooge en Spearman kunnen we gebruiken. Nu ook helemaal geen shit meer in ons leger. Dat is dus ook heel vaag. Want als we nu naar de keep gaan en dan gaan we naar Garrison. Zie, dan hebben we hier nog maar 2 van. En we hadden er veel meer, dat weet ik zeker. Maar dat komt waarschijnlijk omdat... Ja, waarom komt dat? Dat weet ik dus niet. Dat vind ik wel heel erg frustrerend en lastig. Maar we hebben nu weer lekker vrede met een land. Dat is een goede zaak. We hebben... Ondertussen ook al wel weer wat shit opgebouwd. Nu moeten we gewoon wat looters aanvallen, denk ik, om te overleven. En we hebben nu gezellig 2 kastelen. Ik weet niet wat we met die ene moeten gaan doen, maar ja. Zet in de troeps trouwens, want anders dan heeft het heel weinig zin, dit idee. Voordat ik nu weer units dan in mijn kasteel ga neerzetten, wil ik eigenlijk eens weten wat er gebeurt. Want ik weet dat dus niet. En als je dat niet weet, dan is dat wel heel erg vervelend. We moeten wel een beetje weten wat er allemaal gebeurt in ons eigen mooie, grote, oppermachtige land. Gangleader. Oh, wacht even, we moeten even traden, want we moeten eerst even onze rotzooi weer kwijt. Kijk, deze is... Oh, dit land heeft maar 50.000, dat is wel heel weinig. Als we nu al onze melee-wapens gaan verkopen, krijgen we op 20, oké. Okay. Dit ook nog allemaal bij doen, krijgen we op 36. Hebben we nog 20. Als we dit er dan nog allemaal bij doen, dan hebben we geen geld meer genoeg. Maar gelukkig moesten wij voor hun nog een paard kopen. Oh, ze hebben hier geen paarden. Nou, dan verkopen we dit en we verkopen dit aan jullie. Dan hebben we 36. Nou, dat er meer dan zat hoor. Dan hebben we in ieder geval weer meer dan genoeg geld. Meer en meer en meer dan genoeg geld. Die kunnen we wel even upgraden natuurlijk. Tuurlijk kunnen we dat. Nou, dan is het weer even afwachten. Wat gaan we nu op dit moment het beste kunnen doen? Ik denk dat we eventjes naar de Azurai moeten lopen. Waarom? Omdat ik wil kijken wat ik van hun horsemen vind. Aangezien we sowieso meer horsemen. Oh, trouwens, daar moet ik ook even naar kijken. Ik heb zoveel dingen te doen, mensen. Het is echt niet normaal. Als we dan nu naar Jojo gaan, hè. Dit zijn onze friends. En als je nu naar family kijkt. Zij is 3. Oké. Okay. Dus ons oudste kind is pas 3. What the fuck man. Dat gaat dan echt nog wel reet lang duren voordat we daar wat aan hebben. Want wij zijn al 36 hè. 36. Wauw, wat oud. Dat is een vet oud te vergelijken met ons. 3 jaar en dan... What the fuck jongens. Dat gaat echt nog wel super lang duren dan. Voordat we... Kunnen we weer iemand... Oh nee, we kunnen weer mensen in ons leger doen. Maar dat hoeft even niet. Want ik ben ondertussen wel een beetje klaar met die stomme units. Weet je, allemaal weer weggaan, hè. Heb ik er niet zoveel aan. Ik dacht echt van, wauw, oké, we hebben 26 troepen. 26 troepen is best veel in ons leger. Smeren ze hem allemaal weer. Dan heb ik er toch helemaal geen klote aan, of wel? Dat vind ik een beetje waardeloos eigenlijk. Zijn dat van die vieze naaistreken ook? Oké. Wat gaan we doen? Oh, ik zou treden.
Ik ben en op zoek naar een paard. Maar die hebben jullie ook al niet, hè? Dus een klootzak allemaal weer. Hier ook. Ik wil al mijn shizzle verkopen, want daar heb ik ook niet zo heel veel meer aan. Kunnen we hier dan wel een heel goede armor krijgen of iets in de richting daarvan dan? Valt me ook nog wat tegen op zich. Value. Nee, het duurste moeten we dan hebben. Armor tier 3. 6. Die vind ik op zich nog wel leuk. Doe maar. Kijk, nu zou het wel echt een crime zijn als die lui oorlog met ons verklaart. Want dat zou echt nog wel een dingetje zijn ook weer. Then we'll make it a bloody battle, bitch. Tuurlijk, kom maar op. Send in the troops. Don. En één iemand maar. Eén iemand maar. Wat doet dit dan weer voor flauwekul? Eén iemand upgraden. Jezus, wat een flauwekul. Vind ik wel weer een beetje heel erg jammer. Even kijken waar we nu heen moeten lopen trouwens. Want voor mij moesten we. Is er nu trouwens wel echt een faction die aan het domineren is? Ja, Flandia is aan het domineren. Die is echt keihard aan het domineren. Maar wat doe je eraan? Helemaal geen ene kloten. Behalve dan zorgen dat je een fucking huge ass army krijgt. En zie je nou recruit troops? Oh, dan krijg ik hier Imperials. Die hoef ik helemaal niet. Maar ik moet even kijken of we hier een paard kunnen krijgen. Een goed paard. In plaats van het paard dat we nu hebben. Kunnen we hier op rijden trouwens? Kunnen wij hier op rijden? Even een verrijdingskill. Oh my gosh, wat een klootzak. Riding 10, riding 60 ook gewoon, hè? Nou, dan ga ik hier op rijden, denk ik. Dat moet lukken. Dat moet sowieso lukken. En dan gaan we nou weer gelijk even verder. Ja. Want ik wil even kijken bij die Azurai units. Want dat lijkt me wel wat. Eigenlijk, stiekem, helemaal. Wel. Ja, tuurlijk lijkt me dat wel. Dat is toch best cool. Dat je zo iemand in je shizzle weet te fixen. En we krijgen nu op zich ook nog best wel heel wat geld. Hè? Dat is ook nog wel even een dingetje. Alleen wat we nu vooral moeten gaan doen. Dat is zorgen dat onze kingdom gaat groeien. En dat doen we ook door weer mensen in onze leger te krijgen. We hebben nu 4 companions en we kunnen er straks nog 2 bij fixen. Dat is ook nog even iets wat we moeten doen, want dan kunnen we misschien wel weer een army maken. Nou, dat gaan we ook gewoon nodig hebben. Like, oh jezus, wat zijn die veel mensen, maar helemaal niks wat we kunnen recruteren. Omdat... Oh jezus man, ik denk krijgen we nu alweer oorlog, maar we hebben weer een kind erbij. Nou, gezellig. Ik denk dat er nog heel wat kinderen doodgaan als je dit zo ziet, want dat moet bijna wel. Moet gewoon bijna wel dat er fucking veel kinderen in dit spel doodgaan, want anders dan hebben we er straks 20, weet je. Dat is echt te veel. Ik vind het wel echt gewoon veel te veel. En we kunnen weer iemand upgraden. Goed bezig jongens. Een veteran. Nou, dat is misschien wel heel erg belangrijk. Ik ga hier even heel gauw kijken wat ik van deze units vind. Ik denk dat ik ze wel oké vind trouwens, maar ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. Recruit, recruit, recruit. Het zijn allemaal recruits. Best jongen, kopen we allemaal even. Gaan we even op leave drukken. Gaan we eventjes naar de party toe. Gaan we eventjes naar onze nieuwe recruits. Om te kijken wat we hiervoor vinden. Maar dat zijn ook horse archers, die hoef ik eigenlijk niet. Ik hoef niet nog meer horse archers te hebben, want dan wordt het echt veel te veel joh. Dat vind ik wel weer een beetje jammer. Hoezo hebben jullie nou horse archers? Dat heb ik er niet zoveel mee. Wat is dit jammer zeg. Nou, dan heb ik ook niet zoveel aan jullie eigenlijk. Dan hoef ik jullie niet. Nee, dan ben ik hier eventjes gewoon heen gelopen om te kijken en om even te chillen ofzo. Maar niet om troepen te recruteren. Dan moeten we maar weer stellig teruglopen naar ons land om verder te gaan denken over wat we nu moeten gaan doen. Oké, okay, we hebben genoeg influence trouwens om weer zo'n trade te kopen. Dat wil ik ook weer even gaan doen, want er zijn nog wel eentje die ik sowieso nog wil hebben. En dan moeten we na gaan denken over
Ja, de volgende dingen, dat is namelijk Castle Charters. Dan hebben we in ieder geval alle die we sowieso moeten hebben, omdat die gewoon heel goed zijn. Castle Charters. Ik zie hem alleen even niet staan, maar dat heb ik wel vaker met dingen. Castle Charters, daar is hij. Want dat is ook wel heel goed, dan krijgen we 1 additional influence per dag bij Castle die we hebben. Nou, we hebben er eentje, dus dan... Kingdom Support is 0. En omdat we het dan doordrukken, gaat er ook nog een min bonus vanaf. Alleen, wij zijn de enige clan in ons land. Dus in principe maakt dat niet zo heel veel uit. Dat kunnen we nog wel even misschien doen. Dat is eventjes naar Party. En dan gaan we naar Jojo. En dan gaan we naar Heroes. En dan gaan we naar Wanderer. Als we nou eens eventjes een Lord X. Soja, en waar ben je in Poros? En waar is Poros? Poros, where are you Poros? Want we gaan er ook gewoon nog sowieso een leger erbij moeten fixen, weet je. Want we hebben nu 1 iemand die een leger kan maken. En dan moeten we sowieso, want we kunnen in onze kingdom... Oh wacht, in onze party, hè, in onze clan kunnen we 3 parties maken. Nou, we hebben er nu eentje. Dan wil ik ergens nog even eentje bij fixen. Want dan hebben we echt wel een groot leger die onze shit ook wat kan verdedigen indien nodig. Want ik bedoel, 500 lui is vet veel. Maar we moeten ook gewoon zorgen dat wij straks gewoon 500 man in ons leger kunnen fixen. En op dit moment kunnen wij in onze eigen party al wel 200 troepen. Maar het zou lekker zijn als we straks nog even... iets meer erbij kunnen fixen. Het zou gewoon echt wel heel erg makkelijk zijn ook wel. Moeten we ook even nadenken over ons inventory, hè? Want we hebben nu al best wel wat inventory erbij. Alleen, ja, wordt het toch wel een beetje onoverzichtelijk of zo, vind ik zelf. Want 50 inventory, maar ik zie, ja, weet je, dat zijn gewoon vet veel units natuurlijk, hè? Maar dat zijn echt van alles en nog wat. Qua inventory staat dat ook hier allemaal door elkaar. 15 spearmen hebben we dus. Maar hoeveel maximaal geupgrade units hebben we nou dan? 16? En hoeveel van die andere? Dat zie je bijna niet, hè. Dat is gewoon wel heel erg lastig. 16 hiervan. En van die andere hebben we er... Weet ik veel. Ik kan niet eens zien. Ik kan ze niet eens vinden. Moet je nagaan. Helemaal niks. Ja, dat kan ook nog. Dan hebben we er nog maar 16, hebben we nog maar 16 troepen. Waardeloos, zeg. Dat is ook nogal een probleem dus. Kijk, nu krijgen we al 10 influence per keer. Omdat we dus al gewoon super belangrijk zijn. Dat is een goede zaak. Zeg. Ik kom door de Tavern District. Met deze beste man praten. Ja, we met deze beste man praten. Met deze beste man moeten we in ons leger zien te krijgen. Omdat het gewoon best wel heel relaxed is om zo iemand in ons leger... heard about the last emperor, bla 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 bla. Nou, hebben we er weer iemand in ons team, in ons machtige kingdom en dat soort bullshit. En dan gaan we eventjes op town center drukken, dan drukken we even op clan, want in onze clan zit dus die man. En hoe heette die man ook alweer? Blood Axe, hè? Er zat iets met Blood Axe achter zijn naam. Niet zo heel moeilijk om dat te... Oké, dus daar hebben we er nu weer een leger bij, hè. Dat is super belangrijk, want we moeten gewoon echt, ja, groeien. En ik denk dat als we dat op deze manier gaan doen... Kijk, nu hebben we dus als het ware 3 legertjes, hè. Wij zijn wel echt een huge army natuurlijk. Maar doordat we deze 2 erbij hebben, kunnen we wel veel makkelijker onszelf straks gaan verdedigen. En wat ik ook denk... Kijk, dit zijn family, maar ik weet niet hoe dat werkt. Want deze staat als het goed is niet bij onze companions. Dus dat houdt in dat we hier ook nog wel veel in kunnen winnen. En dan moeten we nu nog even heel gauw snel teruglopen naar ons oppermachtige kingdom land. Want dat is ook nog wel belangrijk, dat we een beetje in onze eigen buurt blijven. En dan kunnen we gaan afsluiten. Ja, laten we dat doen. We hebben gelukkig ook alweer 50 influence, dat is ook wel heel erg relaxed.
23 loot, dus die moeten we aanvallen, bitch. We will kill you like a motherfucking boss. En daar ga ik zelf nog wel even over nadenken. Hoe ga ik straks mijn Calvaria inrichten? Want ik denk dat dat ook wel super belangrijk is om wat units te krijgen die net even iets sterker zijn dan die we nu hebben. Want deze zijn wel een beetje heel erg waardeloos. Ze zijn cool, maar ze zijn niet sterk, weet je. Dat is wel echt een groot, groot nadeel. Oké, maar ik zie die units de hele tijd niet. Dat vind ik ook een beetje raar. Of zie ik die? Oh, nu hebben we er pas één van. Haha, die hadden we gewoon nog helemaal niet. Dat is ook wel heel erg slecht. Die moeten we nog even bij. Die kunnen we ook nog eventjes weer upgraden. En die ook. Dan komt dat daardoor dus. Nou, dan kunnen we beter ook niet te veel daarvan trainen eerst. Die ook nog maar even snel. Mountain Bandits. Haha, wat een loser. Dat schiet niet op. Die man had waarschijnlijk nog geen leger of zo. Dan wordt hij meteen aangevallen. Wat een balen. Dat is wel balen voor hem. Maar ja, boeien, weet je. Het is niet echt heel erg. Want we hebben op dit moment niet echt heel grote oorlog met iemand. En dat maakt het wel een beetje wat minder erg natuurlijk. Ik bedoel, we moeten natuurlijk weer betalen om die kerel vrij te krijgen, of niet? Oh nee, of we hebben geld gekregen of betaald om weer die andere units te doen. Ik weet niet precies waarom we nu moesten betalen. Dan ga ik voor de volgende aflevering even googlen en uitproberen te zoeken waarom we de vorige zo net vet veel troepen in één keer verloren zijn aan niks eigenlijk. Of tenminste aan lucht, want ik weet niet precies wat er gebeurd is. Maar dat moeten we even uitzoeken. En als we dat gaan doen, dan wil ik zeg maar die ene stad gewoon echt goed gaan verdedigen. Want dat is gewoon te belangrijk, omdat we die gewoon echt, die mogen we ook gewoon echt niet verliezen, weet je. Als we die verliezen, dan voel ik mezelf een loser. En dan zijn we ook gewoon een fucking loser, want dan hebben we gewoon fucking stad verloren. Onze eerste stad. Dat kan echt niet eigenlijk. Die mogen we ook gewoon niet verliezen. Captivity. Ja, dat zijn die best wezen, jongen. Want je bent onze, een van onze kingdoms, hè. Kingdom sergeants ben je gewoon. Super belangrijk hoor je te zijn. En je hoort jezelf ook een beetje te kunnen, van zoen te kunnen onderhouden. Maar blijkbaar kent die man dat nog niet. Diatama, oké. Okay. Is hij nou ook niet meer een soldier dan? Oh my gosh, dat is wel echt. Dan is dat nog, ook nog wel heel erg irritant, want dan moeten we hem ook nog straks gaan kopen weer opnieuw. Of tenminste niet kopen, maar zorgen dat hij zichzelf wat kan onderhouden. Dus dan moeten we ervoor zorgen dat hij straks hier ergens weer begint. Dan gaan we hem binnenkort wel weer even opzoeken, of tenminste ook de volgende aflevering. Maar dan moeten we dat dus eerst even uitzoeken, waarom het gebeurt dat we hier mensen verliezen zonder dat er iets gebeurt. Misschien komt dat door de voedstok, maar I don't know. Dat weet ik dus niet. Ze hebben nu weer troepen verloren hier dan, of niet? Manage garrison. Ja, we zijn nu gewoon alles kwijt hier. Ja, dat moet ik echt even gaan onderzoeken, want dat is echt heel erg irritant. Want hoe de fuck moeten we er dan voor zorgen dat we onze kasteel gaan verdedigen? Moeten we hier dan elke keer troepen in gaan zetten en dan raken we ze weer kwijt. En dan zetten we er weer troepen in en dan raken we ze weer kwijt. Daar ga ik echt niet aan beginnen hoor. Daar lijkt me helemaal niemand zin in. En ik zou ook echt niet weten hoe we dat anders moeten gaan fixen, weet je. Ik bedoel, dat is gewoon heel erg lastig. Workshops. Eigenlijk is alles ook gewoon maximaal geüpgrade. Dus je kan ook niet zo heel erg veel andere dingen er meer bij. Denk ik. Already have max. Alleen deze drie nog. Nou ja. Wall repair speed. Bonus to militia. En hammer bonus. Nou, dan moeten we eerst die maar even doen. En dan doen we dan die. En dan doen we dan die. Maar ik snap het nog niet helemaal. Het is echt nog iets waar we, wat we moeten gaan onderzoeken. Want anders dan, dat komt het niet goed. Hoe moet je anders zorgen dat we wat shit erbij krijgen? Hoe krijgen we meer voedsel? Lands around the settlement. Ja, dat is echt even een dingetje eigenlijk, hè. Want we kunnen moeilijk zeggen
Of we moeten hier door komen door de security. Maar ik zou ook niet weten hoe we onze security moeten gaan upgraden. Want we hebben gewoon niet zo heel veel. Maar daar moeten we dus even op zoek naar gaan. Hier staat gelukkig tenminste nog wel 100 militia in. En die garrison dat komt dan vanzelf wel een keer. Hoop ik. Hopen we. Want anders dan wordt het wel echt even een probleem. Ja. Dan wordt het echt een probleem. Want hoe de fuck moet je er nou voor gaan zorgen dat je voedsel krijgt. Als je geen idee hebt hoe je voedsel moet krijgen. Dat is gewoon lastig. Train troops for Naples. Nou, dat gaan we even niet doen. We gaan wel even hier kijken. Misschien kunnen we die units wel gaan kopen trouwens. Oh nee, trouwens liever niet. Want daar heb ik niet zo heel veel mee. Nee, want die vind ik niet zo heel cool. Om heel eerlijk te zijn. Misschien zijn ze wel een beetje cool. Maar niet dat ik denk, oh my gosh, I need to have that unit. Oké, ik ga nu de aflevering afsluiten. Voor nu dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Tot de volgende keer. En ik zeg, laters.